alguém de over. Machines schon wieder. Ja. Einmal iets terug. Zo, nou, als het goed is, maken we nou de drie basisgrondstoffen van ijzeroor. Het enige probleem is, ik moet al die belts van die schroeven gaan upgraden. Maar, dat wil ik eigenlijk dadelijk doen. Dat hebben we de vervolgstap. Gemaakt hebben. Dat zijn ijzeren platen. Alles zit vol. Dan denk ik maar ga beginnen met deze verdieping dicht te timmeren. En we er een verdieping op kunnen gaan zetten. Dit stukje, deze hoek ook nog even dichtgooien natuurlijk, dat we wel een mooie rechthoek hebben, dat we zo'n rare kronkel erin hebben. Dit wordt best een grote fabriek.
God damn it. Veel strakker kan ik die niet maken dat hij mooi blijft. Dat is me niet gelukt. Wordt sowieso een ander verhaal zo te zien. Want hier gaan we wel de hoek om. Wacht, dat is denk ik een rots die we op kunnen blazen, hè? Ja, daar kan ik niet heel veel mee. Fixed. Wat is het ding nog altijd kijken om hier ramen in te zetten en zo.
Zo, foundation. Dat is een heel eind, dat gaan we niet redden. Had ik er ook al bij gesneakt. Helemaal gemist. Dat ik zo druk bezig ben. Mark! Even concreet halen.
Zo, dicht. Nou, alleen provisorisch even klemmen. Nog eentje. Zo. Pak maar even twee breed open en wat met die ladder dat we niet per ongeluk de hele rand aan komen en naar beneden zouden mieteren. Best een uitgebreide vloer dat we hier hebben liggen trouwens. Ik zal wel met fatsoenlijke dingen. Kunnen wij van 3 hoog vallen? Ja. Perfect. Nou, dan zullen we eens gaan kijken. Om langzaam aan de productie te gaan beginnen. Heel interessant hoor. En ik moet gewoon naar buiten en dan daar gaan splitsen. Alvorens we terug naar boven gaan. Dat is goed. Wel deze neerzetten. Maar ja, altijd eentje die heel raar moet. B2 maak. Gaat hij even goed nog onder een knik. Niet dat ik daar heel veel aan kan veranderen op het moment. Beter trouwens bij de schroef bij kan zetten. En ik daar aan de steen heb liggen.
eigenlijk al dat het niet voor dit gat zou zitten. Oh, wat een verrassing. Nou wel, oké. Okay. Of ik doe gewoon dingen naar boven. Misschien nog slimmer. Ik weet niet of dat gaat. Gelukkig helemaal. Ik. Kan hem altijd hierboven splitsen natuurlijk. Zo, meteen even alles naar boven zetten. Beetje geluk zit ze allemaal recht voor het gat. Dan had er iets zelden nu wel uit. Tenminste ook zien wat op welke belt zit. Dus we moeten dadelijk toch van alles gaan doen met die belts, dus net zo goed zo doen. Wat is wijsheid om mee te beginnen? Kijken wat wat nodig heeft. Ik denk de reinforced blades. Dat is ijzer met schroeven. Oké, we zijn al met reinforced blades, oké. Okay. En die twee, oké. Okay. IJzeren platen met schroeven, dames.
Die altijd wat verder naar voren doen voordat ik een splitter doe. Kan ik hem wel redelijk neerzetten. Zo. Oké. Okay. Er zijn twee grondstoffen, dus dat moet in de assembler. Ook wires hebben. Kanten is wel het mooiste. En nog met mijn belt wegkom. Dertig. Weer gewoon. Kut. Ik ga wel twee assemblers voor platen neerzetten. Net niet. Oh wel. Het gaat dus al meteen een issue voor hier met die bel natuurlijk. Dat ziet er op zich goed uit. We gaan nog even kijken hoe we dat doen met de tuf. Drie. Dit net boven de grond. Weet ik in ieder geval in welke directie ik moet kijken.
gevoerd. 60 schroeven per minuut. Dat betekent dat ik een... hier twee belt hier bovenop die schroeven moet zetten. Dat stuk. Dat kleine stukje ook minimaal. Nou, wacht. Dat kleine stukje waarschijnlijk wel even doen. Zo. Kost 5. 9. Ik moet even wachten, want we zijn hier natuurlijk die platen aan het maken. Moeten we er nou nog 9 hebben? In ieder geval dat. Dan even wachten. Dat nog doen. Dan krijg ik een mail van de Ubisoft dat ik een 2FA aan moet zetten. Ik heb een 2FA aanstaan. Ik kan voorstellen dat ik een twee van deze voldoende heb. Nee, op de output zit ook geen B natuurlijk. Eén zetten. Oh, moet ik wel zorgen dat ik die platen bij heb. Even wachten weer. Dus bij de metalen ook, ondanks dat metaal voorlopig nog voldoende heb. 30, ja, 2 keer 30 is 60. Wil ik die even goed even upgraden. Als we hebben kunnen. Nou, beginnen. Twee van nodig. Ik heb. Ja, nou, dan wordt de schroef in ieder geval goed aangevoerd op dit moment. Alleen dat ik er dadelijk eentje stilzet. Anders nooit met schroeven getrokken. Waar gaan we de storage neergooien? Dat is ook nog zo'n dingetje. Achter. Overlangs. Oh, dat komt natuurlijk walkway.
Ik weet niet hoe ver ik hier nog eventueel omhoog moet om van alles voor elkaar te krijgen. Al die pelts van die ook nog upgraden zo meteen. Dan strekken we dat sowieso leeg. Ik krijg dat kleine stukje van de dingen ook maar even pakken. Ik ben een denken, had ik een originele game 2 van die? Volgens mij niet, volgens mij maar 1. Neerzetten, dat is geen hand natuurlijk. Vult hij hem dan even goed op als dat hij al uit. Nee, dat doet hij. Dat wil ik hem in ieder geval even. Een beetje tussenruimte houden. Hier hebben we die plates van nodig, dus laten we dat niet doen. Rotors. Nou, breek mijn klomp. Oh, wacht. Ik had hem nog niet recht eruit. Zo. Even kijken, dus dan moeten we deze en deze hebben. Daar sowieso een splitter op zetten. Dat hier doen.
uit de weg van alles. Ben ik trouwens allemaal moeilijk aan het doen. Is inderdaad de ideale plaats. Alle drie te splitsen. Dan het doel. Uit hier gewoon wat ik nodig heb aftakken. Even kijken, we hebben schroeven nodig en we hebben platen nodig. Hier hebben we die paars nodig. En schroeven hadden we nodig, geloof ik, hè? Uitzetten. Of kunnen we dat toch? Kan dat beestje dat toch nog niet trekken? Maar dan hebben we dat zo gezegd. Future-proof. Netjes gevuld. Moeten we alleen even. Gaan we er nou ook maar eentje aan? Op iets. No. Hoortje weer neer. Ah, dan wel makkelijker de kans om die kant in te gaan trouwens. Beter de merger bij hem neerzetten. Item. Allemaal recht door gaan, kunnen we gewoon. Containers aan de andere kant van dit zootje wil hebben.
Dat is helemaal hier achteraan. Voor nu. Vangen door veel dingen. Oh, kut. Tuurlijk werkt hij niet, Roy. Overheen wel, dan moeten we ook zorgen dat we omhoog gaan met die onderste, want anders gaan we er niet overheen komen. Missing iron rods. Waarop? Wat redden zo. Oh, wacht, dan natuurlijk meer naar binnen. Buiten bedoel ik. Halen we niet. Was ik al bang. Dat halen we wel. Hetzelfde hoop. Mocht hier wat onderdoor moeten. Ik weet niet waarom, maar. Sowieso, waarschijnlijk ga ik dit straks toch weer afbreken en opnieuw maken. Hoewel het er allemaal heel netjes uitziet, neemt het ontzettend veel plaats in beslag op het moment. Oh, ik denk, waarom doe je het niet? Maar je hebt gewoon geen stroom. Oh, echt niet denk ik, heel onbelangrijk. Maar als het goed is, gaan we nou rotors maken. Wel maar 4 per minuut. 100 crews per minuut. Au, wat? Nooit getrokken krijgen.
Hier gaan we 120 naartoe. Plus hier hebben we een aftakking van 60. Jezus Christus, zeg. Zoveel duwen wij er eigenlijk in? Eigenlijk niet genoeg. Oh. Ik kan nooit lang volhouden, natuurlijk. Ik straks als ik die industriële dingen heb. Langzaam die lijn maar even eerst upgraden, maar als dan krijg ik dat niet snel genoeg geleverd. Dan druk je er 50 per minuut op. Dus dadelijk. Dan hou ik 10 per minuut over. Waar ruimte op de pelt. Mits ik het aanvoer krijg. 20. Ja, 3 keer 40 was 120, hè? Dan zou dat zo net passen. Oh. Over zijn. Hier hebben we nou precies. Dit was 43, hè? Ja, 120 op een 120 belt. Ik gebruik boven 110. Kijk, het is allemaal 120 belt, 120 belt. In 120 naar boven, dus dat is ook goed. Dat is een 120 belt en dan splits die. Vestig hierin. Vijftig hierin. Dan heb je aan die belt meer dan genoeg. Dan zie je dat die zelfs nog spares zijn. Dan heb ik liever voorlopig even in mijn inventory. Dit langzaam bij moeten gaan trekken en langzaam vol moeten lopen en die container langzaam vullen beneden.
ga gewoon eens even afvullen. Dat helpt ook. Oh, en zet ik toch eens op hier. Hij stopt al af en toe invoer. Dat is goed. Wel zo. Extie, zodat er überhaupt in de dingen blijft staan. Oh, die crap, waar blijf jij lang door op? Net bij kan houden ze. Oké, niet erg. Als het produceert, vind ik het goed. Maar ja, misschien we zijn nu uit die dingen uit die container toch echt wel op. IJzer, denk ik. Ik moet meer research hebben. Dan is het wel goed om. Produceren we ook, hè. En dat is altijd zo erg, hè, als je allemaal op die resources aan het wachten bent. Overal van die dingen twee neer. Die meteen uit. Wat's in force plates? Oh, niet beter. Ja. Beter wel kunnen doen. Het onderste kunnen pakken, dat was mooier geweest. Gebruikt worden. En de. Ook niet. Ja, mijn. Platen maken. Best geen. Zo nodig, namelijk. Vijf. Oké, dus daar hebben we. Overcapaciteit. Eruit.
ook even. Zo, ook weer iets compacter. Zo. Niet meer nog praten. Dan weer een lekkere spaghetti van. Ruimte overal mochten we die nog nodig hebben. Even kijken. Hier een splitter op gaan zetten. Daarin loopt. Het gaat wel even duren natuurlijk. Omdat die allebei die belts natuurlijk moeten vullen.